Ik geef leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 23. En dat is van maandag 1 juni tot en met zondag 7 juni. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Kreeft, alsof deze week eigenlijk een week is waarin je heel erg gaat voor het plezier. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld houdt van lekker eten, lekker drinken, lekker samen met andere mensen zijn. Maar het pakt niet helemaal uit zoals je zou willen. En ik heb dat gevoel omdat je naar mijn idee wat problemen te verwerken hebt. En die wil je eigenlijk niet onder ogen zien. Je wil eigenlijk gewoon dat je denkt van nou, laat maar, ik ga lekker die gezelligheid opzoeken. Alleen op het moment dat je dat dus gaat doen, dan voelt het een beetje oppervlakkig en voel je eigenlijk alleen maar treuriger. En dus ik zou ook zeggen van ga zeker voor dat plezier en ga zeker met je vrienden dingen doen op het moment dat je dingen wil verwerken. Maar laat ook weten wat er met je speelt. En ik heb juist het idee op het moment dat je het bespreekbaar maakt of dat je misschien wel aangeeft dat je even wat in een dipje zit of dat er even wat dingen zijn die niet zo lekker zijn, dat je dan veel beter die gezelligheid kan gaan opzoeken. Hè? Op het moment dat je eigenlijk doet alsof er niks aan de hand is en je het gewoon een beetje onder het tafelkleed wil vegen, dan voel je eigenlijk alleen nog maar wat meer alleen. Omdat mensen het niet zien. Maar goed, mensen kunnen niet altijd alles weten. He, zo werkt het helaas ook niet. Je moet het toch echt wel een beetje aangeven. En ik heb het gevoel dat er mensen om je heen zijn die je daarbij heel graag willen helpen. Dus neem het voor jezelf mee. Dit was weer een korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.